Hoe groot denken jullie dat een baarmoeder is? 16-jarigen zijn bezig met hun seksuele ontwikkeling. Eerste vlinders, die eerste verliefdheid komt. Dus ze zijn daar wel veel mee bezig. Is dat oké als ik die doorgeef dat je daar naar kunt kijken? Als je daar niet naar wilt kijken, dan geef je die maar gewoon door zonder te kijken. Wij werken af en toe met afbeeldingen. Meestal werken we met kleine prenten die je kunt doorgeven en niet gewoon een projectie op het bord. Als leerlingen zich niet goed voelen bij bepaalde afbeeldingen of prenten, dat zij zeker wel de kans hebben om niet te kijken. Dus ook als wij prenten doorgeven en mensen geven het door zonder te kijken, vinden wij dat oké. Wij gaan niemand verplichten om te kijken. En bloed zorgt ervoor dat je penis dan in erectie komt en hard wordt. Ik denk dat het wel belangrijk is als leerkracht om niet er snel van uit te gaan van ik sta al een jaar voor deze klas, dus ik ken mijn leerlingen. Want in seksuele ervaring zijn vaak onderwerpen die wat vermeden worden. Dus ik zou wel zeker als leerkracht ook nog proberen af te tasten op welk niveau zitten mijn leerlingen op relationeel gebied.